Yo, leuk dat je weer kijkt. Ik ben vandaag bij de krachtloods. Lekker training gehad. Gisteren kwam ik een filmpje tegen vanaf de Bjornason. Oh my god. Dat was zijn laatste vlog en daarin ging hij met zijn vader, natuurlijk Paul Bjornsson, ging zijn gripoefening doen en nog wat andere gasten natuurlijk. 130 kilo achter de rug vasthouden. Dus ik was benieuwd, ben ik sterker dan Haftor? En belangrijker, ben ik sterker dan de vader van Haftor Bjornsson in grip? 130 kg on the bar voor max hold. Wat? 1 minuut. Oh. Oh. 59,26. Yeah, oh. We zijn wel vandaag achterkomen. We zijn bij de krachtloods van Hans. Mee is Colin en Brian. Alexis en Geert doen ook mee. En Hans zelf natuurlijk ook. Dus gaan kijken hoe lang kan iedereen 130 kilo achter de rug vasthouden. Max tijd. Hij moet nog 40 seconden. 40 seconden nog. Easy man. Easy. Yeah. Nederlandse grip man, dat kun je tegen op. 29 seconden. En 20. 20 milliseconden. 20 milliseconden. Minimum. Kan je. Heel diep gaan. Apart. Wie gaat er nu? Hi. Let's go. Appeltje ijsje. 1 seconde. Je bent de gripguard toch van de min 105, dus dan. Die farmer wilt ook hoor. Een officieel gripguard. 20 seconden. Kom op, je moet er wel aan. 45. Oh, ja, nu moet je hem hebben, je kunt hem weer loslaten. Oh, man. Eiter, de bak! 60. Ja! Boeja! 1-4. Je voelt hem op een gegeven moment ziek trekken in je. Fucking nice shit. Die is hard gedaan. Zeker 1. Je durft niet meer te gaan, hè? Ja. Maar je haalt het makkelijk, hè? Je haalt gewoon 1-10. Jij gaat dus. Okay. Ja, ik ga wel. Daar ben ik er klaar mee, weet je wel. Kom maar. Goed staan. Als je staat, dan heb je het. Kom aan. En nu is gewoon adem en die tijd uitzitten. Nu wordt die zwaar. En nu ga je gewoon door. Ja, dat is goed. En ga door. Je doet gewoon. Ja, dat is gekomen. Je dwarst die gasten. Kom maar. Kom op. Je weet dat je het kan, dus. Kom op, doorzetten! Kom op! Gooi. Je hebt mij nu, come on. Gooi hem buiten. Items. Kom op. Kom op. Dus gewoon nu blijven houden. Gewoon nu blijven houden. Kom op. 1-10. Zij het. Wie is Haftor? Wie is Haftor, toch? Wie is zijn vader? Ja. Wie is zijn vader? Lekker man. Ah, de eerste 40 seconden voel ik helemaal niks. Bij 50 voel ik een klein beetje dat hij in mijn duim. Ja. En ik pakte hem op in mijn pink. Ja. Mijn linker pink zat ook niet helemaal goed. Ik denk van, kut je pink, jongen. Precies, linker pink zit niet goed, omdat je gewend bent dat het naast je is. Ja. Of... Wat was mijn exacte tijd? 1-10.018. Ja, voor 1-10. Easy. Yeah. Oh, je hebt hem. Ga hem hier naar. Kom op. Stabiliseer. Kom op. Nee, ik heb hem nu. Echt? Nee. Rough pick-up al, hè? Ja. Al een hele mooie 8 seconden. Ja. Doe het gewoon. Je hebt er onder de 80 kilo record. Snarig gisteravond, dat is goed. Hallo. 8,01. Hey. Record. Kom maar, houden. Kom maar. Goed staan. Mag knijpen. Kom op, niet laatste worden. Goed staan. Heb je Hans. Oh, mannetje. Kom aan. Kom op. 37, 4. Netjes. Dat is wel goed. Dat is wel netjes.
Hans met een Z. Hans met een X. X. Q. Z. Hans. Even kijken hoor. Hij wilde dat kant op. Kom op, Alexi. Ja, ja, ja. Kom op. Kom op. 20 seconden. Heel goed. Kom maar, kom maar. Mag je het houden? Kom op. Ja, ja. Blijven knijpen, blijven knijpen. 30 seconden. 45 seconden. Kruipen. Nog één. Kom aan. 50. Ik heb het pakken. Kom maar naar die minuut. 53, 8. Netjes. Wil je een slappe gitbox? Ja, ik ga het nog. Ik weet niet hoe ze zijn naam schrijven. Dus, show dat naar jou nodig, hoef. En dan het andere nummer. Ik heb er nog een rondje. Nee, ik heb honger. En nu heb ik honger. Papzak. Is dat trouwens hoe je naam schrijft, of niet? Nee, zeg het. Alexi. Toch, aftur, nu moet jij weer. Okay. Ja. Hoe zeg je dat in IJsland? Nu er komið að þér aftur, vinnur. Ég vænti mikils af þér. Well, aftur, you've seen us do it. We're better than you. And your dad. We're gonna beat your head grip every time of the day. Yeah! Brother. Brothers, brother, 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 brother. Yeah. We're gonna get you, bro. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Vergeet niet te liken. Ja. Oh, en te subscriben. Ja, precies. En te subscriben. Ja, maar dat weten mensen natuurlijk wel. Ja, oké. Ik ga het nummer niet weten. Ja, en Guus moet even eerst first posten. First posten, ja. Ja, ja. Ja. En dan zijn we er. Nou, dan is het allemaal weer. Dan is het hele cirkeltje weer rond. En over 3 dagen, nadat de video al lang is uitgekeken door iedereen, dan gaat Chris Kolenburg reageren. Of een mindere opmerking over mij waarschijnlijk. En dan is alles weer helemaal rond in de YouTube-wereld van Kevin Haasleger. Maar we sluiten af met... Hoi, hoi. Hoi, hoi.